Hoi Robert, daar zijn we weer voor de talige instructie van taal en spelling dus van dinsdag 5 januari. En vandaag staat het programma taalles 12 en spellingles 10. Daar gaan we dus mee aan de slag. Gaan we dus eerst even de taalles erbij pakken. En die was er eigenlijk net al, maar die heeft er geen zin volgens mij. Even kijken, is het goed? Ja, even kijken, daar is die. Nou. Oh, dat was een foutje. Even kijken. Ja. We gaan als eerste even kijken naar de instapkaart. En dat is ook meteen het doel voor vandaag. Wat gaan we nou leren? We leren wat een mindmap is. Dat is voor jullie natuurlijk niet nieuw, want dat heb je echt al vaker gehad. Wat wel belangrijk is, dat je wel even gaat nadenken van, oh ja, even opfrissen. In het mindmap staan namelijk woorden die bij elkaar horen in een bepaalde ordening bij elkaar. En een mindmap helpt je om dat wat je moet leren beter te onthouden. Voor sommige kinderen helpt het namelijk om iets in een mindmap te zetten, bijvoorbeeld een tekst of een voorbereiding voor een spreekbeurt. En daardoor leer je het beter. Nou, op deze manier kun je dus zelf erachter komen of dat voor jou helpt. Hebben we ook al vaker bij doorlezen de wereld op moeten gaan, dat weet je. Nou, hier zie je een voorbeeld. Bijvoorbeeld een mindmap over Nelson Mandela. Nou, die gaan we dadelijk gebruiken voor de 1. 2 en 3 ster opdrachten. Oké, gaan we aan de slag in het boek bij de 1 ster opdracht. En dan staat er, kijk naar de blauwe tak. Welk woord kun je op de gegeven plek invullen? Kies steeds één woord. Nou, wat hoort dan bij B2? Deze. Hoort er dan te staan negeren, adoreren, manoeuvreren of koesteren? Nou, daar hoort dus te staan adoreren. Schrijf die maar mee in je schrift. Eerst proberen doen we dus niet. Dan zie je hier een tak die gaat over zijn tijd in de gevangenis. Nou, wat moeten we dan invullen bij B3? De vrijlating, de toestemming, de bezienswaardigheid of de zienswijze. Dat is maar één woord dat te maken heeft met zijn tijd in de gevangenis. Dat is natuurlijk de vrijlating. Dus het moment dat hij uit de gevangenis mocht. En de laatste. 3. De levensfase, de levensloop, de levensstijl of levenslang. Dat hoort dan bij levenslang, want dat is het enige woord dat weer te maken heeft met de tijd in de gevangenis. Oké, dat is dan de 1 ster opdracht. Nou, wat ga je nu zelf maken? Je gaat zelf aan de slag met de 2 en 3 ster opdracht. Bij de 3 ster opdracht gaat het erom dat je vraag A en B maakt. Even met je meekijken. Deze. Dan maak je dus. Oh, laat het me zo even zien. Nou, niet handig, want ik dacht dat ik hem nu zo te zien kreeg. Ja, deze. Maak je A en B. En C mag je kiezen of je daar wel of niet die tekening bij wil maken. Dus dat is de opdracht voor de taalles van vandaag. Nou, binnenkort gaan we ook aan de slag met estafette. En dan krijg je ook doorlezen de wereld ontmoeten. Dus dan gaan we op allerlei manieren aan de slag met lezen en met mindmaps maken. En met samenvatten en dat soort dingen. Dus daarom dat het nu even wat minder is. Wat minder werk. En dan gaan we dan samen mee verder. Nou, dat even wat betreft taal. Dan gaan we nu door met spelling. En dan mag je erbij pakken les 10. Gisteren hebben wij namelijk het instapdicté gemaakt bij les 9. En ik ga even met jullie meekijken naar het doel van die les. Wat hadden we ook alweer gisteren gedaan? Nou, pak hem even erbij. Week 3, les 10, de instapkaart. Nou, wat hadden we gedaan? Weet je het nog? We hadden het over de lange klank, korte klank gehad. En je leert hoe je woorden met een lange klank of een korte klank aan het einde van de klankgroep schrijft. Dus de afspraak van jager en bakker. Nou, weet je het nog? Verdeel het woord in klankgroepen. Hoor je aan het einde een lange klank, schrijf je erna maar 1. Hoor je een korte klank, ga je erna door met 2. Daarom schrijf je het woord leraressen op deze manier. Even nog een opfrisser. Leraressen. Oh, nou mijn bord wil niet. Nog een keer proberen.
Even kijken, in stukjes. Leer, de E klinkt lang, dus schrijf je maar één E. Ra, de A klinkt lang, dus schrijf je maar één A. Ressen, de A is kort, dus schrijf je een dubbele S. Dat was de afspraak. Goed, gaan we even samen kijken naar het werkboek. Let even op. Opdracht 1 maak je zelf. De 1-staropdracht. Bij de 2-staropdracht ga je een woord maken door een paars en een groen woorddeel te combineren. Bijvoorbeeld, anoniem. Dan heb je die A nodig, noniem, en je schrijft het woord foutloos over. Of aantrekkelijk. Dus je zoekt steeds het goede woord. Aantrekkelijk. De rest van deze opdracht maak je weer zelf. Dan wil ik met jullie gaan kijken naar de 3-staropdracht. En daar staat het volgende. Een enkele of een dubbele medeklinker. Schrijf op. Maak daarna een zin waarin beide woorden voorkomen. Het mogen grappige zinnen zijn. Nou, voorbeeld is anno en anoniem. Nou, anoniem schrijf je met 1 N. En dan is de voorbeeldzin. Anno 2015 kun je niet meer anoniem bellen. Nou, dan hebben we het woord commandant en coma. Nou, commandant, de O is kort, dus je schrijft een dubbele M. Maar coma, O is lang, dus je schrijft 1 M. Kun je bijvoorbeeld de zin maken. De commandant lag 1 week in coma. Dan het woord verveling. En ja, je kunt zeggen vervelen of je kunt zeggen vervellen. Vervellen is natuurlijk als je in de zon bent geweest en je bent een beetje verbrand, dat je dan een nieuw velletje krijgt. En vervelen is natuurlijk dat je ja, niks te doen hebt. Dan heb je een modderbad. Dus als je gewoon bijvoorbeeld buiten in een plas op water gaat liggen. En mode. De kleren die je aan hebt. Nou, dan kun je zelf er nog een zin bij bedenken. Dit zijn in ieder geval de stukjes van de 3-ster opdracht. En dan is dat dus voor nu de les uit het werkboek. Daar wil ik ook graag een foto van hebben. Stuur die dus ook weer op. En dan is belangrijk, je hebt kopieerbladen. Stuur mij ook een foto op van het kopieerblad van les 10, want dat hoort ook bij deze les. En als laatste wil ik je nog even wijzen op Bloon. Je weet het hè, je hebt hem gekregen. Het hele boekje met alle afspraken van thema 1 tot en met 8. Je weet wat je van jezelf makkelijk of moeilijk vindt. Doe me een plezier, ga hiermee aan de slag. Zet de wekker op 10 minuten en oefen dan 10 minuutjes deze afspraak. Maak een keuze in wat je wil oefenen. En doe dit op de Bloon manier. Schrijf het nog één keer op. Bekijk het woord. Lees het woord. Draai het woord om of leg je hand erop. Schrijf het woord op. En het laatste, heel belangrijk, kijk het woord na. Check even, heb ik het goed geschreven? Als je dat op deze manier doet, heb je al 3 keer een woord geoefend, terwijl je het maar 1 keer schrijft. Want, hier heb je een keer geoefend, hier heb je een keer geoefend, en hier heb je een keer geoefend. Dus dat is 3 vliegen in 1 klap. Het is echt belangrijk, want hoe meer je oefent, hoe beter je bent voorbereid, al te welker starten op die toetsen. Doe dat dus ook goed, het is jouw tijd, het zijn jouw werkmomenten en oefenmomenten. Nou, dan ben ik voor nu klaar met de taal- en de spellinginstructie. En straks komt nog de leesinstructie. En voor de rest wens ik heel veel succes. En spreken we ons weer. Doei!